Scherps van KW Supply Magneetsystemen. Die doet mee aan het magneet annex metaalvissen. Correct. Langs de rotten. Want? Waarom? Waarom? We gaan de rotten schoonmaken met allemaal kleine magneten met de kinderen. En daar halen we alle metaaldelen eruit. En zoals je ziet aan dit tafeltje van gietstaal, hoe sterk de magneten kan zijn. En daar wordt dan weer uiteindelijk een kunstwerk van gemaakt? Hier wordt weer een kunstwerk van gemaakt. Alles bij elkaar. En metaal wat eraan blijft plakken, dat gaat dan in de randen mee. Ja, dit worden allemaal kunstwerken. Nou, proef op de som. Of het in ieder geval... Of het metaal... Ja, dat is nog net even een beetje te zwaar, zeg maar. Maar met de juiste precisie gaat het lukken. Heb je dan ook nog eventuele magneten met meer magnetisatiekracht? Ja. De truc van Muuk. Dus als je het inderdaad met de honderden kinderen die eraan mee gaan doen, dit voor elkaar weet te boksen, dan zit er misschien nog wel een Rotterdams of een Nederlands of een Europees wereldkampioenschap. Metaalvissen is het Olympisch dadelijk. We gaan er een Olympische sport van maken. Maar voorlopig gaat het erom dat de rot schoon moet. Dat is het allerbelangrijkste. Daar gaan we aan werken. En daar wordt een hele evenementerie rondomheen gebouwd met meer dan 100 kinderen die zich al hebben aangemeld via Rotterdam Pas. Heel leuk. En u bent ook bekend van diverse magneetsystemen waarmee je moordzaken probeert op te lossen, wapens die weggegooid zijn en wat ook meer. We bouwen in principe allemaal grote magneten voor het heffen van staal op zeebodems. En voor bij moordwapens zoeken met de politie en dat soort zaken.